een boottochtje maken. En daar is een mooie zeilboot. Stan die heeft een grote vis gevangen, begrijp ik. Nou, we hebben heel veel geluk. Wat? Ja! Komt er een jongensdroom van mij uit. Kijkjes, leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En we gaan vandaag zonder Merel en Eline een boottochtje maken. Merel en Eline die zijn met Koen, de makelaar, shoppen. Ja, dat, Koen die zei vorige keer al, ga jullie mee shoppen. En, ja, want dan moesten ze wel voor doen, hè? Dan moesten ze zoveel volgers op Insta regelen voor hem. En dat hebben ze ook geregeld, die meiden. Ja. Hij is die volgers allemaal wel weer kwijt. Maar... We moesten ook wel zeggen... Koen was natuurlijk onze makelaar, maar is nu een hele goede vriend. Dus ik ga niet met alle klanten shoppen. Nee. En we liepen hier op de markt zondag en toen zagen we deze boot. En ik wilde heel graag vissen, Sophie wilde heel graag een boottochtje. Dus we combineren het. We gaan vissen, we gaan nog in de zee zwemmen voor degenen die willen. Ik ook. Ja, ik ga ook, alleen ik heb geen topje. Nou, dan doe je geen zonder kopje. Ik ga helemaal niks doen, want ik heb geen zwemkleren in je onderbroek. Ja, je kunt toch alleen in je broekje zwemmen? Kan nee, ik wil ook nog een zwembroek. Nee joh, hey, allemaal die vissen zijn veel banger van jou dan... Allemaal aan je benen bij. Hey, daar gaat de boot al aan. Pas jij de zwembroek van jullie? Hoe? Horen jullie de boot? Nee, hoor je de bootje niet hoor? Nee, ik hoor het. Ja, mama... Kijk, hier zitten heel veel vissen. Mama, ja, misschien... Maar hier mag je niet vissen. Echt niet? Mag je hier niet vissen? En hier zijn we in het haventje van Estepona. Die hebben maar een heel klein haventje. Mocht ik iets om te zeggen? Je zei alle vissen mag je meenemen. Ja. Je mag alle vissen meenemen. Ik ga geen vissen meenemen. Gooi ze terug. Ik zie al 6 vissen. Ik vind het echt grappig om zo'n vis aan te voelen. Zo, de lijn gaat los. Bij de camping zijn ook wel zo'n kleine vissen. Daar ga ik altijd met een paar vriendinnen met een schepnetje gewoon vissen. Ja? Kan ook in één keer zo'n... Ja, misschien vang ik wel een grote vis. Misschien vangen we wel niks. Kan ook. Nee, we vangen... Maar dat maakt niet uit. Ze maar lol hebben, hè? Kan ook. Ik ga even bij Junior zitten. Ja, je vindt dat eng. Ik vind dat eng. Ja, maar ik zit er bij jou, hè? Ja, mama. Maar toch. Papa. Ik denk dat we even... Waarom wil je dan een boottochtje doen? Mama vindt dat een leuke boottochtje. Maar ze vindt het eng. Nee, ze junior. Voor Junior, want die kan niet zwemmen. Nou, we zijn best ver de zee op. Nou, best ver. Eigenlijk helemaal niet zo ver, maar... Nou, we komen helemaal daar. Ja. En daar zit een mooie zeilboot en een vissersboot, denk ik. Want er zitten heel veel vogels achter. Dus of die zijn de vis aan het schoonmaken en alle restjes of zo overboord aan het gooien. Ik weet het ook niet. Of alle kleine visjes overboord aan het gooien. Ja, dat vinden die meeuwen natuurlijk lekker. Ja, ze zien het allemaal. Ja. Stikdruk. Eigenlijk moeten we niet doorheen, want ze zijn vooral die meeuwen poep opeens. Stikdruk daar. Maar dan krijg je allemaal meeuwen poep op je, ja. Ja. Ik weet niet, volgens mij hebben ze een net gewoon in hangen. En zijn ze aan het slepen. Ja, kijk, daar is de vrouw. Ja? De daar vang ik toch heel veel vissen mee. We proberen te zien waar wij wonen, maar... Nee, dat lukt ons niet. Zijn de oriëntatie kwijt. Ja, het lijkt ook allemaal op. Die windmolens hebben wij zelfs nog nooit gezien in de verte. Wel vanuit het vliegtuig. We gaan er allemaal niet meer. Komen bij de vissen. Heel veel meeuwen. Mama, waar zijn de dolfijnen? Ik ga even kijken of je het ziet. De dolfijnen zullen niet in de buurt van een vissersboot zitten, denk ik. Wat? Nee. Nee, dat weten ze wel. Dan gaan ze wel uit de kant. Dolfijnen zijn ook echt. Ja, dolfijnen zijn echt heel slim. Stan die heeft een grote vis gevangen, begrijp ik. Kijk, we hebben allemaal van zulke kleine visjes. In deze emmer. We hebben allemaal kleine visjes in dit. Ik denk dat het een steen is. Went into the rocks. Ah. Bring it up. I think I've lost the weight as well. Is he
the congers get it and they go into the rocks, they can't come back out the way. So you just have to lose that sea lick. Jammer, vals alarm. Ik sta op 5 Floor. Jij ook. Jij ook, zijn wij gelijk. Stand 4, hè? Ik 1. En Nout 1. En Nout die zei al, ik ga hem jou hengel. Dus we hebben van hengel geruild. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Nou, we hebben heel veel geluk. We zijn hier aan het vissen. En die mannen die zien dolfijnen. En ze varen er even naartoe en dan springt er een recht voor onze neus. Net te laat met de camera. Dus iedereen komt kijken. Hier is het springding van de dolfijn. Er zullen er wel meer zijn. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? We zijn vorig jaar ook naar dolfijnen gaan kijken, want toen was het ijskoud. En nu is het bloedheet. Ja, nou is het veel leuker. Dat het goede weer is. Je kunt het ook combineren met vissen. Ja. Mocht dan alleen maar kijken. En vissen vinden jullie ook wel heel leuk, hè? Ja, ik heb al 6. Deze ronde 4 gevangen. Ja, jij staat vooraan, hè? Met 8. Met 8, ja. Ik heb er 6. Plus, kun je mij niet even 3 geven? Nee. Nout staat op 1. Nee, die staat op plek 5. Ja, dan moet wel even iemand bij. Oké, dan is het goed. Wie blijft er even bij Junior? Maddy. Nee. Ja, ik zie hem van hieruit al zitten, dus goed. Sportfishing. We hebben een Schotse. Oh. Schotse? Ja, daar zo. Ik heb hem op camera. Waar? Daar. Daar. Zag hem. Een Schotse schipper hebben we. En een... Ja, en weer één. Ja, ik zag hem ook. En nog iemand uit Gibraltar. Ja. Ja, en weer één. We zijn net naar de voorkant van de boot gegaan om te vissen en Stan... En de man zei dat ik hem omhoog moest halen. Heeft de eerste vis, voelde je hem niet trekken? Ik heb er niks van. Oh no, he's got the other, somebody else is like... De man zei dat ik moest trekken. Je hebt een andere haak. En volgens mij die wel vlot. Ja, die van ons zit in elkaar. Oh. Nou, zometeen nog een poging. Handig. Hey Junior, heb je al een vis gevangen? Nee. Nee? Wat? Daar. Wat zit waar? Ik schud een beetje. Wat zit waar? Daar, dolfijn! Best wel een visje gevangen, ziet er een beetje zielig uit dit. Maar dat is het niet, want die gaan naar een restaurant, zeggen die mannen. En die maken daar paella van, daar maken ze visbouillon van. En soep heb gehoord. Ja, en als je ze teruggooit dan gaan ze toch... Dood. Jij maakt ze bouillon van voor paella, voor vispaella. En nu gaan we, komt er een jongensdroom van mij uit. Als kind heb ik dit altijd gewild, want ik deed altijd heel veel vissen, altijd op zoekwaterkarten. En we gaan big game vissen. Ik verwacht niet dat we wat vangen, maar dit zijn de hengels en moet je kijken wat een megamolen is. Kijk, mijn hand erbij. Dus, ik ga voor het eerst in mijn leven big game vissen. Wow. Zo heet dat, big game. Nou, we zijn nu aan het big game vissen zoals dat heet. Dan vis je op echt hele grote vissen. Dit is het aas wat eraan hangt. Eigenlijk een nepvis.
Met van die driepuntshaken eraan, dreg noemen ze het ook wel. En de kans dat we wat vangen, ik zei tegen de man 50-50, hij zei nou 90-10. Dus ongeveer 10% kans dat we een beet hebben. Het ziet er wel goed uit, want we hebben die dolfijnen gespot en dat is ook niet heel vaak dat ze dat zien. Dus dan is het teken dat er heel veel vis zit nu op dit moment hier zo. Dus dan zijn er ook, ja, als er veel kleine vissen zijn, zijn er ook veel grote vissen. Dus we hebben wel een kansje, maar de kans is gewoon heel klein. Maar ik maak het wel een keer mee. Ik heb het nooit eerder meegemaakt. Het is wel leuk, het is een Engelsman, die is met zijn 50 hier gaan wonen. Hij heeft de boot gekocht, heeft wat het café gehad, vertelde hij. En ja, het is gewoon heel leuk, heel aardige mensen. En voor mij is dit de leukste dag van de vakantie. We zijn nu boven op de boot. Ik moet afblijven. Leuk hè? En wat is dit? Dat is een kompas. We zijn boven op de boot hè? En papa, wat is dit? Ja, een kompas. Zeg een kompas? We zijn weer in de haven. We hebben niks gevangen met de grote hengels. Maar wel heel veel met de kleine. Ja. Ja, 40 totaal wel. 12. Ik had 10. Guusje had 12. Je hebt de zonnebril van. Ik 6. Ja. Die man lief. Hier, een mooi bootje staan. Ik kan beneden sturen, maar ook boven. Ja. Mama zit lekker vooraan op de boot. Ja, Floor is lekker aan het zonnen. Een jacht. Een mooie jacht, hè? Ja, wel verbrand. Ja. We hebben het 3 keer ingesmeerd, maar dat werkt ook niet. Ik vind het heel leuk. En ja, dat is. Als je er niet veel van verwacht, is het altijd leuker. Zo, de vis is gedoneerd aan het Indian restaurant. En jullie krijgen er een lolly voor. Koekje. Koekje of een lolly? Nee, ik hoef geen koekje. Nee, ik hoef ook geen lolly. Vonden jullie het leuk? Ja. Vonden jullie het heel leuk? Ja. Vonden jullie het super leuk? Nee. Ja? Oké. Nee, Nout niet plagen. Wat zei die papa? Nou, die eten van de bodem, dus dat zijn geen lekkere vissen. Mañana. Mañana. Want hier is volgens mij niet zo duur. Zo diep. Hier is niet zo diep. Nou, ook wel, want die boten die moeten wel diep kunnen. Hè? Vond je het leuk, Junior? Ja. Wat vond je het leukste? De boot. De boot? Ja. Nou, vonden wij het allemaal leuk? Ja. Dus dit was weer een dagje uit ons leven. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen. 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe. En we gaan hier naartoe. We hebben het heel snel gezien. Bah! Ja, zo is het. Oh, die pop is, kom eruit.